Gisteravond tegen Feyenoord speelde Danny Blind zijn 500ste wedstrijd in het betaalde voetbal. 500 maal. Dankjewel. Ja, ja. Heb ik een kleinigheidje voor je. Kijk hier. Kijk hier. Geweldig, zijn er 500? Het zijn er 500. Maar, waar we natuurlijk mee moeten beginnen is natuurlijk, want dat kon ik niet helemaal plannen vooraf. Aansteken. Ja, hey, het wordt wel een vuurwerk hoor dit. Maar dat mag ook wel bij 500. Spektakel. Ik heb net het eerste kaarsje aangestoken. Welke wedstrijd was dat? De dat allereerste. Dat was AZ tegen Sparta in augustus 1979 volgens mij. Ik denk dat het een hele moeilijke klus wordt, Harry, dit. Kijk, het is sowieso allemaal mooi gezicht, kaarsjes. Ik zei vorig jaar tegen jou dat je moest stoppen. Kijk, als je dat nou gedaan had, dan hadden we hier niet kaarsjes dan branden. Het wordt warm, hè? Het wordt ook heet hier. Ineens slaat het toe. Ineens wordt het minder. Au. Au. We komen toch aardig in de buurt, hoor, vind ik. Ik krijg wel een hele rode kop. Kom maar daar wat plasjes op het veld uit. Oh, daar is het al. Ja, er komen plassen lijkt op het arena, veld. Echt arena. Ga maar blazen, daar komt hij. Voor 500 maal. Ja. Ja. Ja, daar is hij. Ja, hij ziet er heel goed uit. Ziet er goed uit. Op de 500 en op de verdere toekomst. En van harte gefeliciteerd nogmaals. Dank u wel. Ik vind het heel leuk.